Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 23 november. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net eerst even de boekvideo voor jullie opnieuw opgenomen. Want ik was gisteren heel zorgvuldig aan het opruimen met mijn video's. En toen heb ik al die bestanden weggegooid. En daar had ik zo de balen van. Ik heb nog geprobeerd om ze terug weten te krijgen. Maar dat is dus niet gelukt. Dus ik moest die hele video opnieuw opnemen. Dus dat was eventjes minder. Maar goed, het is gebeurd. Ik heb gisteravond weer Bureau Arnhem gekeken. Was wel weer, ook best wel heftig. Maar ik vind het altijd wel een hele mooie serie. Dus ik heb er op zich wel weer van genoten. Ik heb even shownieuws gekeken. En ik heb nog even Fortnite gedaan. Maar dat ging niet zo heel erg lekker. Toen heb ik de vlog afgemaakt. En toen ben ik begonnen met het bewerken van de foto's. Dat is nog niet helemaal klaar. Maar dat komt vanavond wel af. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken, wat ik wel heel, op zich wel een hele leuke serie vind. En daarna ben ik begonnen aan Judas. En dit is dus deel 2, waarin de rechtszaak centraal staat van Willem Holleder. En ik moet zeggen, ja, ik vind het, ik heb wel dingen gevolgd op het nieuws, maar ik weet niet precies hoe en wat, zeg maar. Maar er worden best wel wat dingen duidelijk in deze serie. En ik vond deel 1 toen best wel interessant. Dus ik dacht, ja, ik wil deel 2 ook wel graag kijken. Ik ben in een nieuw boek begonnen. Dus dat was ook wel weer leuk. Ik ga nu eventjes de woonkamer lekker doen. Ik ga jullie eventjes laten zien. Ik heb de kwasten nog voor jullie gewassen. Dat ga ik jullie even laten zien. En ik heb nog even wat opgehangen in de keuken. Dus dat zal ik er ook eventjes bij neerzetten. Dan ga ik mooi eventjes aan de gang. Dan ga ik even muziekje aanzetten. Want ja, ik kwam nu even tussendoor dat ik die video nog even tussendoor moest opnemen. En dat was eventjes niet in de planning. Maar goed, ik ga nu eventjes lekker aan de gang. Dus muziek aan en gaan. Dit zijn dus de Vibra haakjes en dit zijn die sponsjes van de Action. En dat gaat eigenlijk zo prima. Dus ik hoop dat ze goed blijven hangen zo. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi staan ze. Zo, schone woonkamer verder. We zitten weer in het licht, want het werd ineens ook heel donker. Ik had echt nog genoeg licht met het opnemen van die boekenvideo. En ineens was het ook donker. Ik heb lekker de boel weer klaar. Voelt wel weer heel lekker. Gewoon lekker de vloeren weer gedweld en... Nou ja, de keuken ook even weer goed gedweld en gezogen. Want ja, nou al dat verven en zo is dat ook altijd wel weer eventjes lekker. Alles weer lekker van zijn plek geweest. Dus dat is wel weer heerlijk. We hebben schone handdoeken en theedoek opgehangen. Vind ik ook altijd zo heerlijk. Nu ga ik zometeen nog eventjes lekker relaxen. En dan straks douchen en eten. Moest nog even een telefoontje doen. Want ik had een brief gehad. En nou, die klopte voor mijn gevoel niet helemaal. Nou, mijn gevoel was dus juist. Dus ik gebeld. Was gelukkig wel een gratis nummer. En ik stelde mijn vraag, zeg maar. Nee, dat klopt. Ik zeg, oké, dus ik kan deze brief als niet verzonden beschouwen. Ja, dat klopt. Oké, dan weet ik even voldoende. Maar dan moet je er zelf weer achteraan. Weet je, hun sturen je dan een brief. En dan denk ik van, ja, dan klopt het niet. Dan moet ik ze zelf weer achteraan of dat het klopt, ja of nee. Omdat mijn onderbuikgevoel zei, nee, dit klopt niet. Nou, ik had dus gelijk. Maar goed, ik moet vanavond natuurlijk, ga ik lekker weer het perfecte plaatje kijken. Lijkt me wel heel erg interessant, want ze moeten volgens mij foto's maken bij een concert. Dat lijkt me best moeilijk. Dan ga ik
Ja, misschien nog even wat terugkijken. Moet ik eventjes zien. Sowieso nog even Splatoon doen. En dan ga ik de foto's even verder afmaken met bewerken en mijn blogpost online zetten. De vlog moet ingepland worden en er moet even nog een thumbnail voor gemaakt worden. Ik heb zo hard een tweede harde schijf nodig, want het is echt niet meer oké. Alles zit momenteel vol, dus, maar dat had ik al met mijn coach besproken. Als ik weer even naar de stad ga, moet ik even een andere kopen. Want je kunt ze natuurlijk online wel bestellen, maar ik heb liever even dat ik er eentje dan koop waarvan ik eventjes kan zien van oké, wat koop ik. Dus dat vind ik wel eventjes fijn. Dus dat allemaal. Nou, dan ga ik mijn Netflix-serie kijken en daarna ga ik daarna doen. Verder met Judas, dus dat wordt het ook. Ik ga in ieder geval morgen weer zien, want ik ga even wat drinken. De katten zijn nu bijna klaar met eten, dus dat is ook top. Dus dan zou ik bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 24 november. Ik ga mezelf eventjes klaarmaken, want mijn coachie komt straks om boodschappen te doen. En die kwam al vrij op tijd. Ik heb gisteren gekeken naar het perfecte plaatje. En iets wat mij echt opvalt bij dit seizoen is dat er inderdaad wat minder mensen meedoen die heel goed zijn. Vaak zijn de foto's nogal onscherp. Nou ja, fotografie is ook echt wel heel erg moeilijk. Maar ja, weet je, ze hebben wel hele goede apparatuur en zo. Dus ja, op zich hoeft een foto niet onscherp te zijn. En het valt ook op van de mensen waarvan je dacht die best wel ver konden komen, dat die al vrij vroeg uit de wedstrijd zijn gegaan. En ik merk ook wel gewoon dat mensen daar echt het niet mee eens zijn. Dat mensen echt zeggen van, ja, ik ben bijvoorbeeld afgehaakt omdat ik dit seizoen gewoon minder vind. Ook gewoon qua bekende Nederlanders of de mensen die het gewoon niet zo heel goed doen, dat die er nog steeds in zitten. En op zich ben ik het daar wel mee eens. Dus ja, ik snap wel dat mensen dit seizoen gewoon iets minder vinden. Van dit soort programma's denk ik op een gegeven moment ook van ja, zou er een tijd komen dat je hiermee moet stoppen? Want ik hoorde dus laatst dat ze zeiden van ja, je mag echt niet zomaar meedoen met het perfecte plaatje. Je wordt er echt niet zomaar voor gevraagd. Als je een B-ster bent, dan word je er niet voor gevraagd. Dus ja, de eisen liggen ook nog best wel hoog. Maar goed, er hoefde nu gisteren niemand weg, omdat ze dus nu, ze mochten één keer zo'n soort van wildcard geven. Die hebben ze dus gisteren ingezet. Dus ja. Nou ja, op zich, ik heb even shownieuws gekeken. Vind ik altijd wel leuk, maar ik moet er dus even aan wennen, omdat dat nu al vrij vroeg in de avond is. Normaal is het pas om 11 uur. Ik heb nog eventjes Splatoon gedaan en we hebben zo gelachen. Op de stream van Frank, zeg maar, kun je geluiden afspelen sinds kort. En ja, elke keer als hij dus heel erg gefocust is, dan speel je een geluid af. En sommige geluiden zijn best wel eng. En dan zie je hem gewoon schrikken. En dat is gewoon, ja, was gewoon eventjes grappig. Dus het staat ook een beetje te doen. Dus daar konden we wel om lachen. Nou, ik heb even mijn blogpost geschreven. Dat ging op zich wel lekker. Ik had de laatste foto's die eventjes bewerkt moesten worden. Dat ging wel goed. Daarna heb ik eventjes een thumbnail gemaakt en de vlog ingepland. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken, die echt wel heel leuk is. Uiteindelijk. En toen ben ik verder gegaan met Judas. Ja, ik vond het ook wel eventjes gek, want ze hebben ook een acteur die dus de rol van Peter de Vries neerzet, wat hij op zich best wel goed doet, want hij heeft ook zeg maar een beetje de spraak. Ja, probeert hij een beetje na te bootsen, maar het idee is gewoon gek, omdat hij er zelf niet meer is. Het is gewoon een heel gek idee dat je daar dan naar zit te kijken. Maar goed, dat was allemaal wel fijn. Ik ga mezelf nu even verder klaarmaken. Dan ga ik even de stofzuiger er doorheen trekken. En dan ga ik naar de winkel. Dus ik probeer jullie nog even mee te nemen. En dan ja, zie ik jullie sowieso weer als ik weer terug ben. Thank you.
Zo, ik ben weer terug van boodschappen doen. Het is hier lekker licht. Ik had de zijraam even open. En het is nu wat beter licht. Dus dat is prima. Ik zal even de boodschappen laten zien. Er zitten nog wat dingetjes op 5 december bij. Ze kunnen alles laten zien. Ik heb allereerst een aantal pakjes kuppensoep gehaald bij de Aldi. Die waren nu in de aanbieding voor 79 cent. Dus ik denk, daar sla ik even wat van in. Een zak met kattenbrokken. Ze hadden niet degene die ik altijd heb, dus ik heb deze maar gedaan. Ik heb 2 keer de XXL snitzels. Die waren nu weer in de aanbieding. Althans, ik heb gewoon 1 pak met 2 snitzels, zo moet ik zeggen. Dan was bij de Boni de Libresse 3 voor 5. Dat heb ik ook eventjes gedaan, want... ja, normaal zijn ze al 2 zoveel per pak. Dus ik denk 3 voor 5 is een goede deal. Dat kan echt niet. Dat kan ook niet. Een zak met patat. Ik heb groene zeep gehaald. Mijn moeder zegt dat de vloer altijd heel lekker schoon wordt van groene zeep. Dus nou, dat gaan we proberen. De aardappelschijfjes. Nou, de Starbucks was weer in de aanbieding, dus ik heb weer de white chocolate meegenomen 2 keer, omdat ik die zo lekker vind. Dan heb ik ook weer even Slimpje. Ik heb de sinaasappel en ik heb nu een nieuwe voor mij. Dit is watermeloen aardbei. Ik weet niet, ik heb hem nog nooit op, dus ik ben benieuwd of dat die lekker is. Een pakje frikandellen. Nou, even wat dingen eruit. Dan heb ik een broccoli. Ik ga het weer een keer proberen. De laatste tijd was de broccoli niet zo lekker. Maar oké, ik hoop dat het nu weer wat beter gaat. Spekjes. Slavinken. En speklapjes. Helaas zonder zwoerd. Ze hadden niet meer met zwoerd. Vind ik wel erg jammer. Vind ik altijd heel erg lekker. Maar ik denk dat het echt meer een zomerproduct is. Ik heb zondag een varkenshaasje en dat had ik gezien bij champignons bij. Dus ik heb uit een potje genomen. Ik had eigenlijk gehoopt dat ze nog een iets kleiner potje hadden, maar die hadden ze niet. Deze. 3 zakjes met jus. Tijger, niet doen. 3 zakjes jus. Die waren nu in de aanbieding. Rundvlees. Dan heb ik hier nog melkschuim. En uiteraard bonen. En dat was alles, want de rest is allemaal nog voor 5 december. Dat kan ik nu even niet laten zien. Wat er nog in zit. Dat zien jullie later nog eventjes. Ik ga dit eventjes opruimen. We gaan de katten straks eten. Dus Nathie appte nog om eventueel te video bellen. Dus moet ik even afwachten of dat nog erin zit. Maar dan moet ik maar eventjes kijken. Maar eerst in ieder geval eventjes opruimen en zo meteen de katten voeren. Nou, het eten is hier inmiddels weer op. Ik heb even mijn haar opgestoken. Althans in een knotje gedraaid, want... ja, het gaat altijd best wel snel klitten natuurlijk als ik het los heb hangen. En ik had nu zoiets van, dan is het ook even uit mijn gezicht. Maar ik kan nooit echt een hele knop boven mijn hoofd doen. Want dat gaat uitzakken omdat ik heel zwaar haar heb. Maar voor nu is het even prima. Ik heb nog niks van Nathalie gehoord. Dus ik ga even zien of er nog tijd is om te video bellen. Ja, ik was nu ook gewoon even iets later terug. Wel al op tijd van huis gegaan. Maar ja, ik heb nog even koffie gedronken hier. Even wat dingen bekeken, gekletst. Mijn lipstick is helemaal verdwenen, zie ik wel. Maar goed, dat geeft allemaal niet. Ik ga zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Ik heb een sneetje in mijn vingers. Kijk, zie je het hier? Die doet dus heel erg veel pijn. Er moet even wat vaseline op, want die had ik dus eigenlijk al afgeplakt. Maar die doet dus echt heel erg veel pijn. Maar dat komt dus door het vele wassen. Nou ja, goed. Dan ga ik straks even lekker warm douchen. Even lekker eten. Vanavond kijk ik voor goede tijden. Dat is ook best wel spannend nu allemaal. Dan ga ik... ik denk even Thijs Zeeman concentreert stokjes terugkijken, want het roer om zijn herhalingen. Show nu eens kijken, ik wil nog even Splatoon doen en dan ga ik daarna gewoon mijn foto's bewerken voor morgen. Ik ga vanavond weer lekker kijken naar mijn Netflix serie en ook weer naar Judas. Gisteravond trouwens nog een klein stukje ook van België gezien met het WK. Vind ik dan nog wel leuk. Op zich deze ook niet verkeerd, dus ik ben wel weer heel benieuwd morgen naar Nederland. Maar goed, dat zijn voor nu eventjes de plannen. Ik ga jullie dan in ieder geval gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik ga bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 25 november. Ik ben klaargemaakt en het is vandaag Black Friday. En ik ben zelf wel heel erg benieuwd wat de omzet dit jaar zal gaan zijn van Black Friday. Want ja, we leven met z'n allen gewoon niet meer zo heel ruim als eerder.
Ze hadden gisteren een heel item bij Hart van Nederland over Black Friday. En er zeiden heel veel mensen ook wel, ja, het is oplichterij. En ergens ben ik het daar ook wel mee eens. Want hè, de prijs wordt eerst een paar dagen voor Black Friday, wordt die prijs steeds wat meer opgeschroefd. Waardoor je dan op de website kijkt en je ziet die mooie televisie die ineens dan best wel een hoge prijs heeft. Dat je denkt van, nou, dat vind ik toch wel heel duur. En dan kijk je op Black Friday en dan denk je, wow, maar dat is goedkoop. Ja, maar ja, dat is dus eigenlijk niet, want het was niet eens de oorspronkelijke vraagprijs. Want die prijzen hebben ze eerst opgeschaald. En als je dan een aantal dagen na Black Friday kijkt wat die tv dan weer kost, dan is die ineens misschien 2 tientjes duurder als wat jij ervoor betaald hebt. Dus in feite ben je er gewoon helemaal niet goedkoper mee uit. Ik wil niet zeggen dat elke winkel zo werkt. Sommige winkels geven een kortingscode. Daar heb ik toevallig gebruik van gemaakt. Maar dat kwam omdat het een item was wat ik heel graag wilde hebben. En ik het sowieso had besteld. Of het nou Black Friday was of niet. Maar nu met Black Friday kreeg je een kortingscode van 20% die je kon gebruiken. Waardoor het item 6 euro goedkoper was. Maar de prijs was dus niet opgeschroefd. Want ik heb er al een aantal weken naar zitten kijken. En de prijs was hetzelfde gebleven. Dus echt niet elke winkel werkt zo. Maar in heel veel winkels werkt het wel zo. Nou ja, kijk, weet je, we zitten gewoon met z'n allen, die prijzen zijn zo duur. Ik neem eventjes een voorbeeld met de boodschappen. Sommige supermarkten die hebben echt onwijs diepe karretjes. Dat je echt een heel groot karretje hebt. Je verzamelt de spullen die je moet hebben en je kijkt in dat karretje en je denkt, goh, eigenlijk heb ik niet zo heel erg veel. Valt eigenlijk reuze mee wat ik dit keer aan boodschappen heb. Tot je bij die kassa komt en je weer 25 euro moet betalen. En je dan eigenlijk uiteindelijk je spulletjes in je boodschappentas hebt gedaan. En je denkt, wat heb ik eigenlijk weinig voor die 25 euro. Maar ja, in die car leek het alsof ik hier voor heel weinig geld boodschappen had. Weet je, zo. Ik heb daar best wel vaak dat ik me daarin vergis hoor. Dat ik dan denk van, oh weet je, ik heb niet zoveel. Ja, had ook bij die kassa komen. En ik een bedrag mag afrekenen van, ik denk, wat is het eigenlijk duur voor die spulletjes die ik heb. Dus ja, in dat opzicht ben ik wel heel erg benieuwd naar de opbrengst van Black Friday dit jaar. Ik heb gisteravond even Zeeman Confronteert Stalkers teruggekeken. Ik moet zeggen, ik moest er even aan wennen. Ik vond het concept ietsjes anders als wat het normaal was. Normaal zaten ze met z'n tweeën op kantoor, Thijs en Nico. Ze spraken nu vooral buiten af. Nico werkte vanaf een andere locatie. Dus daar moest ik wel eventjes aan wennen. Uiteindelijk vond ik het ook een beetje een lastige zaak. Dus de eerste aflevering vond ik een beetje lastig. Maar ik vind het altijd wel een heel interessant programma. Ik heb nog even Splatoon gedaan. En dat ging niet zo heel lekker, moet ik zeggen. Ik heb de foto's bewerkt. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En daarna wie Judas. Ik merkte wel dat ik aardig moe was. Dus ik heb ook echt als een blok geslapen vannacht. Maar ik wil jullie nog eventjes iets laten zien. Ik zal er even een korte uitleg bij geven. Frank, dat is mijn zwager voor de mensen die nu zijn op mijn kanaal. Die is samen met mijn zusje Nathalie. Frank streamt zijn games via Twitch. En er is dus nu een nieuwe optie bij Twitch. Als je dus best wel vaak kijkt, krijg je papa-punten. Nou, die papa-punten die kun je dus verzilveren om geluidjes nu af te spelen. Die geluidjes zijn nieuw. En wij hebben nu een geluidje gevonden. En als we dat afspelen, Frank schrikt zich helemaal gek en dat is zo grappig, ik heb dat gefilmd. Ik ga jullie dat filmpje zo even laten zien. Als ik er zelf naar kijk, moet ik weer lachen om zijn reactie. Gewoon omdat ik denk van, nou, dit is gewoon eigenlijk, ja, het is gewoon heel erg lollig. En vooral hij is dan echt volledig gefocust in die game en dan in één keer speel je dat geluidje af en hij schrikt zich gewoon een hoedje. Dus dat is zelf wel heel grappig. Ik ga even de bak scheppen en stofzuigen. Dan ga ik lekker in de slaapkamer aan de gang. Want die is weer toe aan een schoonmaakbeurtje. Dus daar ga ik eventjes lekker mee aan de gang. En ik neem jullie gezellig mee. Ik zal nu trouwens even dat filmpje laten zien van Frank. Mocht je dat leuk vinden om te zien. Ik vind het zelf wel heel grappig. Ja, vanuit de boom daar. De bosjes waar je gemaakt hebt. Echt? Ja. Door je ook.
Zo, ik ben weer lekker rond. Slaapkamer is weer schoon. Ik heb even een schone pyjama gepakt. Dat vind ik ook altijd heel lekker bij een schoon bed, een schone pyjama. Ik heb even de wasmand uit de slaapkamer geplukt. Die moet eventjes leeggevouwen worden. Dit is vooral ondergoed en sokken. Dus dat ga ik dan vanavond gewoon even bij de televisie doen. Dat zijn van die klusjes, die kun je eigenlijk mooi gewoon even zittend op de bank doen. Dan kan ik het gelijk opbergen, want het is nu wel heel veel. Dus dat kan dan mooi eventjes weggevouwen worden. Ik ben wel weer heel blij hoor, dat alles lekker schoon is. Je merkt ook echt wel dat het dan weer even toe is aan een schoonmaakbeurtje. Ik heb nog even mijn raam extra gecontroleerd. Ik zag wel dat het hendeltje niet helemaal goed dicht zat. Dus ik hoop dat dat het probleem was met die kou. Misschien dat het daardoor heen kwam. Aangezien het vanaf maandag wordt het weer wat kouder. Kijk, nu is de temperatuur prima. Ik heb nu ook geen verwarming aan. Het is nu 17,5 graden in huis. Maar dan ja, zou het mooi zijn als dat weer klaar is. Als dat opgelost is. Maar ik ben verder wel heel tevreden. Alleen nog vanavond even dat wasje opvouwen. Ik ga zo meteen eventjes lekker relaxen, wat drinken en dan komt straks Nederland weer. Dus ben ik wel benieuwd naar of ze dit weer gaan fixen, ja of nee. Dat is wel spannend. Vanavond kijk ik weer de Masked Singer. Vind ik ook altijd weer heel erg leuk, dus daar heb ik ook wel zin in. Ik wil nog eventjes, misschien nog even een spelletje doen. Ik moet nog eventjes mijn, afmaken? Ja, mijn video moet ik in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven. Dan ga ik de Netflix-serie verder kijken en dan daarna weer roze geur en wat kluim. Dus dat wordt verder ook de avond. Eerst even wat drinken, even relaxen en straks douchen en koken. En dus zometeen Nederlands elftal aan. Nou goed, ik ga nu verder niks meer doen, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is vandaag 26 november. Ik ben klaargemaakt. Het kleed zit nog op de bank, want het tijgertje loopt er straks op, maar die komt nu eraf. Die kunnen zo meteen terug in de manden. Gisteravond heb ik naar het Nederlands elftal gekeken. Ik had eigenlijk wel gehoopt op winst. Het is uiteindelijk gelijk spel geworden. Het is wel zo, tegen Ecuador schijnt best wel een goede ploeg te zijn. Dus op zich is 1-1 dan niet heel verkeerd. Maar als je al vrij snel voorsprong komt, hoop je natuurlijk dat er meer doelpunten zullen vallen. Maar dat gebeurde niet. Ecuador is ook wel een ploeg wat gewend is om heel snel voetbal te spelen. En je merkt dat het Nederlands elftal dat minder heeft. Dus het tempo bijhouden is best wel lastig. Ik vond ook wel dat er veel liggen, veel relletjes nog wel. Dus nou ja, goed. We gaan het zien. Dinsdag moeten ze weer, dan al om 4 uur 's middags. Dus we gaan het wel zien hoe dat verder afstoomt. Ik heb de Masked Singer gekeken en ik was best wel goed bezig. Ze hadden nu weer gastoptredens. Dus dat zijn dus mensen die dus eenmalig daar zingen, die ook direct onthuld worden. Dat is dan weer voor een goed doel ook. Ik had het goed. Ik hoorde eigenlijk de toon en ik dacht, oh, jij bent het. En toen legde ik de link met wie diegene kon zijn. Dus dat had ik goed. En ook degene die gewoon uit onthuld moest worden, zeg maar, die gewoon alvast meedeed, had ik goed. Dus dat was op zich wel leuk. Ik ben even Shownieuws teruggekeken. Ik heb nog even Fortnite gedaan, ging niet super fantastisch. En toen heb ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en daarna Roze Gerummeld Kalijn. Dus dat was verder prima. Zometeen. Ik moet even Sinterklaas cadeautjes inpakken. Het zit namelijk zo, volgend weekend vieren ze bij Nathalie en Frank Sinterklaas en ik was ook uitgenodigd. Maar helaas, tot mijn grote spijt, heb ik geen vervoer en kan ik er dus niet bij zijn, wat ik echt super jammer vind. Maar goed, het is niet anders. Dus Nathalie komt morgen het eventjes wat brengen en ophalen. Dus dat moet ik even inpakken. Ik moet nog even een gedichtje schrijven voor Lente. Die heb ik al op de computer staan. Het is alleen even een kwestie van overschrijven. Ik heb eigenlijk sinds Lente geboren is elk jaar nog een gedicht voor haar gemaakt. En ach, ik dacht, waarom ook niet. Dus dat is al klaar. Ik weet alleen nog niet, ik ga het wel even vloggen. Maar ik weet nog niet wanneer ik dat in de vlog plaats. Of het deze vlog wordt of de volgende vlog. Omdat je anders een beetje ziet dat als ze het al zouden zien, dan weten ze al wat ze krijgen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar goed, dat moet ik nog eventjes over nadenken. En ik wil boven eventjes wat gaan opruimen. En misschien dat jullie daar nog in meenemen. Ik moet even kijken hoe alles loopt. Ik weet het gewoon allemaal nog eventjes niet zo goed. Ik ben een beetje planloos wat dat betreft. Althans, ik heb wel plannen, maar ik weet niet zo goed
met filmen, hoe en wat. Want het is boven zo'n zooi dat ik me eigenlijk ook kapot schaam om jullie daarbij te zetten. Maar goed, ik ga even kijken. Ik ga het nu eventjes de bakken scheppen en even de stofzuiger er doorheen trekken. En dan ga ik eerst even cadeautjes inpakken. Dus ja, dat ga ik nu eerst eventjes doen. Het pakketje is binnengekomen. Dit heb ik besteld bij Trends. Die hebben schoenen, kleding en accessoires. Het is al binnengekomen. Ik had het dus nu met korting, zoals ik al had verteld. En ik heb een zo'n teddy. Vestje eigenlijk. Ja, met korte mouwen. Ik kom even niet op de goede naam. Het heet een teddy. Dit is toch vervelend. Waarom kom ik er nou niet op? Het is dus een teddy gilet. Ik zal hem even aandoen. Dan zal ik het even in de spiegel laten zien. Ik heb hem in SM. En ik heb een zwarte. En ik had dus overal gekeken. Bij het Estal was ik geweest. Maar die hebben alleen bruin. En ik vind dat niet leuk. Want ik wilde per se een zwarte. Ik zal hem even aandoen. Dan zal ik hem even in de spiegel laten zien hoe dat er dan uitziet. Kijk, dit is dan het resultaat als je hem aan heeft. Deze heeft zakjes. Maar ik vind het gewoon ook heel leuk over een jurkje of zo. Over een gewoon shirtje. Het staat gewoon hartstikke leuk. Zit super lekker warm. Ik ben er heel blij mee. Ik heb dus deze met korting kunnen kopen met de Black Friday. Maar die had ik dus besteld. Ik ben er echt super blij mee. Vind de lengte ook mooi. Dus ja, ik ben helemaal blij met mijn teddy gilet. En een zwarte. En dat was dus mijn bedoeling. Zo, ik ben inmiddels klaar. Ik heb al dingen geprobeerd jullie in mee te nemen. De cadeautjes doe ik dan toch de volgende vlog er maar in. Want dat is toch eventjes beter. En dan horen jullie ook even wat voor gedicht ik geschreven heb. Maar het is in ieder geval allemaal klaar. Het ligt nu achter op tafel, maar dat maakt niet uit, want niemand ziet het. Ik ben zo blij met mijn gilet. Echt heel blij. Die wilde ik zo graag hebben. Dus echt fantastisch. Ik heb de pot hier met pepernoten. Is ook wel gezellig. Dus die heb ik gewoon even lekker neergezet. Ik heb boven wel wat gedaan, maar nog niet heel veel. Want cadeautjes inpakken duurde toch iets langer. Net contact gehad met Natalie. Die heeft net de kaarten besteld voor de huishoudbeurs. Dus we gaan weer naar de huishoudbeurs. We hebben ook de upgrade gedaan voor de 9 maandenbeurs. Want daar wilde Natalie heel graag heen om te kijken voor dingetjes voor lente eventueel. Dus die zit er dan wel bij. En we hebben ook al de shopper meebesteld. En wij gaan dan op een zaterdag. Dus nou, dat is allemaal ook wel weer leuk. Ik ga nu zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en lekker eten. Vanavond kijk ik weer de Big Show met Ruben. Altijd super leuk. Daarna ga ik even het Gouden Uur kijken. Want volgens mij heb ik daar nog 1 aflevering van. Dan ga ik eventjes kijken naar shownieuws nog. En dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte klaarmaken. Ga ik mijn Netflix-serie kijken en weer Roosgeur en wat klein. Dus dat wordt het ook wel. Maar toch nog best wel een productief dagje zo. Straks even alle cadeautjes bij elkaar. En dan kan dat morgen mee. En ik wil echt even een pepernootje proeven. Want het is natuurlijk alweer zo lang geleden dat je dat hebt gehad.
Die zijn lekker. Goed vers natuurlijk. Nou, goed. Dat gezegd hebbende, ik ga nu in ieder geval lekker relaxen. Ik ga u dan morgen ook gewoon weer zien. Dus ja, ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 27 november. Ik zit een beetje wat verder naar voren, want Targetje ligt hier te slapen achter mij. Ik zit nu niet in het hoekje waar ik normaal vaak zit. Oh, zij gaat nu weg. Nou ja, op zich kan het zo wel. Dan kunnen de kleden er zo weer af. Er heeft eventjes een wissel plaatsgevonden van de cadeautjes. Ik had Nati gisteren geappt hoe laat zij zou komen, maar dat wist zij niet, want Lente was gisteren ziek. Ik kreeg op een gegeven moment een foto in de groepsapp. Was ook zo zielig om te zien. Hele roze wangetjes lag ze op de bank. En ze scheen ook best wel koorts te hebben. Dus ik heb Nati even geappt van hoe het nu met haar gaat, maar daar heb ik nog niks van gehoord. Dus dat kon nog wel. Dus vandaar dat ze ook niet wist hoe laat ze ging komen. Want ze wilde eigenlijk heel graag even langs mijn oma. En vanuit daar dan naar mijn moeder toe. Maar ja, het was de vraag hoe het met Lente ging. Dan is het natuurlijk vaak zo met die kleintjes dat ze een dagje heel ziek kunnen zijn. En daarna in één keer weer ja, veel beter. Ik hoop natuurlijk dat ze zich veel beter voelt. Want het was echt wel heel sneu. Dus we hadden afgesproken dat ik de cadeautjes buiten neer zou zetten. Dus ik heb ze in mijn portiekje neergezet. Mijn voordeur is overdekt. Daar heb ik de cadeautjes neergezet. Toen kon zij ze even wisselen. Ik had er wel even bij gezegd, er zitten breekbare dingen bij. Want ja, ik had het gewoon in zo'n plastic zak gedaan. Ik denk ja, dat is nogal zwaar. Maar ze zei goed dat ik het wist. Ze had zelf ook wel breekbaar. Dus ik heb cadeautjes voor Sinterklaas gekregen. Nou, gisteravond heb ik weer naar de Big Show gekeken van Ruben. Dat was wel weer echt lachen. Daarna heb ik het Gouden Uur gekeken. Dat was dus de laatste aflevering. Alleen ik vond het einde, het was een open einde. Dus er zou een vervolg op kunnen komen. Ik vond het, het einde viel mij een beetje tegen. Weet je, je zit 6 weken zit je er zo lekker in. Omdat het heel spannend is. En dan het einde, dan denk ik van, wow, was dit het nou? Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte al in elkaar gezet. Ik heb nog even wat gegamed. En toen ben ik mijn Netflix serie gaan kijken. En Roosgeur en Wodka Lijm. Dus dat was het ook. Ik hoorde gisteren, daar schrok ik nogal van, dat een Amerikaanse zangeres, volgens mij kwam ze uit Amerika, dat weet ik niet zeker, Irene Cara overleden was. Ik ken haar vooral van de nummers van Fame en Flashdance. Ze schijnt ook in een van die films te hebben gezeten, maar die heb ik nooit gezien. Maar ze was nog best wel jong. Volgens mij was ze pas 62 of zo. Ja, doodsoorzaak is ook niet bekendgemaakt. En toen las ik net dat Serge Harry Valken ook ernstig ziek is. Dat wist ik eigenlijk niet. En dat de bestralingen dus niet aan sloegen. Dus dat was wel heftig ook. Ik ga zo even de groenten afhalen. Ik denk dat ik nog even ga diamond paint en dan ga ik gewoon straks foto's maken. En dat is het ook wel. Dus verder gewoon een beetje relaxed. Ik heb het best wel frisjes. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel graden het hier is. Kan ik dat zien? Ja, 17. Maar goed. Ik heb ook niet echt een hele dikke trui aan. Als het straks echt koud wordt, dan moet de verwarming maar weer een beetje aan. Ik zal straks even de fotospullen laten zien. Ik ga nu eerst eventjes stofzuigen, de bak scheppen en de groenten afhalen. Dan is dat in ieder geval klaar. Dus ja, ik ga even muziek aan zetten naar de gang. De fotospulletjes. Ik heb hier allereerst een lippenbalsem. Dit is een Glysolid Classico lippenbalsem. Het is verder allemaal Frans en wat erop staat. Ik kan niet heel veel uitlezen, maar het is gewoon een lippenbalsem. Die ga ik eens proberen. Heb ik hier de Cool Nude Edition Eyeshadow Palette van Essence. Ben ik wel benieuwd naar. En ik heb hier de Maxit Volume & Length Mascara van Catrice. Dus hier ga ik mooi eventjes foto's van maken nu. Dan is dat ook weer klaar. Het tasje met de cadeautjes had ook dit hele handige mandje. Kun je aan de binnenkant hangen van je keukenkastje. En dan kun je de spulletjes in opbergen. Even kijken of dat nog lukt. Deze, ik denk niet dat het cadeautje was, want hij was niet ingepakt. Dus hij zat er gewoon los op. Dus ik wil even kijken of dat nog lukt.
eigenlijk heel erg handig. Want nu past hij gewoon dicht. Ik heb de spons er nu even ingezet. Maar je kunt er dus al de borstel in doen of je doekjes. Dus je kunt er echt wel heel veel mee doen. Je kunt hem ook in de douche gebruiken volgens mij. Maar dit is wel ideaal zo. En nu gaat hij gewoon zo dicht. Dit is dus iets te groot. Dat was niet zo heel handig. Dan zou ik ze er even los in moeten doen. En dan doe je hem zo dicht. En dan klaar. Nou, de katten die hebben net gegeten. Althans, muis niet. Muis eet slecht. Ik weet niet wat er is. Of ze het voer niet lekker vindt. Ze heeft het niet opgegeten. En anders ga ik hem meteen wel wegzetten. Want anders dan is de kans dat als ze het helemaal op gaat eten, dat ze alsnog gaat spugen. Misschien dat een van hun er nog van gaat eten. Maar muis die wil het niet. Dus ik moet toch weer even wat ander voer gaan kopen. Toen in één keer. Muis heeft het normaal nooit. Dat ze dat eigenlijk niet hoeft. Maar nu, ze hoeft het niet. Nou ja, ik kan er niet zo heel veel voor aan veranderen. Ik heb nog even lekker duimpje gedaan. De groenten zijn afgehaald. Ik heb de foto's weer klaar. Ik vind het nu wel fris. Ik had ook al vroeg de lampjes aan. Want ik kon echt rond 4 uur de lampjes ook al aanzetten. Dus dat is nu ook vrij vroeg. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker warm douchen. Dan straks lekker eten. Ik heb dat varkenshuisje met die champignons. Die moeten nog eventjes op het vergiet straks. Die kan ik, volgens mij heb ik die nog in de gang staan. Die ga ik wel eventjes naar de keuken brengen. Want anders heb je kans dat als de katten het om zouden gooien, dan is het kapot. Want die is natuurlijk glas. Dus dat. Vanavond ga ik de code van Koppens kijken. Sowieso nog even GTA proberen en mijn nagels weer doen. Ik weet alleen nog niet. Ik denk dat ik daarna nog iets ga terugkijken. Want er is nu niet zo heel veel. 5 live komt natuurlijk niet meer. Dus ik denk ik heb nog zat om terug te kijken. Dus ik denk dat ik zoiets even ga doen. Ik moet foto's bewerken. Even kijken of ik het kaartje van mijn camera weer een beetje kan legen. Want die is wel weer aardig vol. Maar ja, zoals ik al zei. Ik heb dus wat problemen met de opslag momenteel. Dan ga ik eventjes lekker mijn Netflix serie kijken. En vanavond ga ik weer verder met Judas. Dat wordt het eigenlijk ook wel. Ik ben ook wel weer een leuk boek aan het lezen. Ik heb weer zo'n haarbol zit aan mijn slof. Zoals even kijken of dat los kan knippen zo. Dus dat wordt verder eigenlijk de avond. Ik ga jullie ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 28 november. Ik ben klaargemaakt. Ik had net even ruzie met mijn kettinkje. Er zat een heel klein inimini knoopje in. Ik heb de grove vingers. Ik kreeg dat er zelf niet uit. Dus ik heb even met een naaldje gedaan. Zij is uiteindelijk los, want het zit me dan niet lekker als er zo'n knoopje in zit. Ik heb gisteravond naar de code van Koppens gekeken. En ik heb letterlijk helemaal dubbel gelegen. Het was met Klaasje Meijer en met Gers Pardoel. Die moesten tegen 2 mannen van Urk. Die ene was sowieso Teun en die andere geloof ik Ab. Ja, het was al iets met clowns en Gers Pardoel vond dat helemaal niet leuk. Met clowns, dus die vond dat echt heel eng. En toen hadden ze op een gegeven moment een kamer, die was heel donker. Daar zaten allemaal bakken met enge dieren, dus vogels, binnen, slangen. Nou ja, uit die bakken daar moesten ze dus sleutels vissen. Maar het waren zoveel verschillende bakken en omdat die kamer heel donker was, kon je dus niet zien of die sleutel daadwerkelijk bij die dieren lag. Nou, uiteindelijk bleek dat dus helemaal niet zo te zijn, omdat je kan helemaal niet met je handen bij die dieren, want dan zouden die dieren ook helemaal van slag raken. Maar goed, dat moesten ze zelf wel eventjes ondervinden. Dus Gers Pardoel had al zoiets van, dan moeten ze me opgeven hoor, want ik ga echt onder geen ding met mijn handen in die bakken. Die van Urk had het op zich vrij snel door en toen op een gegeven moment, Teun kon niet overal bij, die had korte armen. Toen kon hij op een gegeven moment wel bij een bak en er lag dus een worst in. Toen zegt hij ook zo heel droog, ik voel die slang. Maar dat was helemaal niet zo, want hij voelde die slang helemaal niet. Maar omdat, hij dacht dat hij bij die slang in de buurt was, maar dat was wel echt even hilarisch. Ik zou zeggen, als het echt bij die beest had gelegen, had ik ook zoiets gehad voor me. Hoor, laat me wezen, dat zou ik echt niet doen. Maar dat was wel heel leuk. Daarna heb ik eventjes het moorddossier gekeken. Ik heb dat opgenomen, ik ben er nu mee begonnen. Ik had nu de spiritusmoord en dat is dus een programma waarin bepaalde moorden wat meer toegelicht worden. Al komt de dader dan eventjes, die wordt genoemd. En ja, het was een hele vreemde zaak, want het was dus een meisje van 19, die woonde samen met haar vriend. En zij was op dat moment niet gaan werken, want ze had heel erg last van haar kies of naar haar stage gegaan. Toen is dus iemand hun huis binnengekomen met sleutel en
Die had niet verwacht dat zij thuis was. En toen heeft hij haar dus vermoord. En hij heeft het altijd ontkend. Maar was wel echt heel bizar. Hij is ook zonder TBS er vanaf gekomen. Dus hij kon gewoon jaren de gevangenis in. Maar geen TBS. Dus ja, zo iemand. Ja, heeft dus geen behandeling gehad. Maar ik vond het wel heel heftig. Maar het is wel een interessant programma. Toen heb ik mijn foto's bewerkt en heb ik nog even GTA gedaan. Ik heb eindelijk die opdracht weten te voltooien. Dat was wel heel fijn, want daar zat ik al weken mee te clearen. Ik heb nagels gedaan, ze zijn rood. Ik heb dus nog zo'n lakje van Essence. Dan moet ik heel even daar dicht lopen. Zoals je kan horen ben ik super verkouden om de naam te kunnen lezen. Dit is de kleur 04 Cherry on the Run. Maar hij is dus gewoon rood. En toen ben ik weer een Netflix-serie gaan kijken. Er komt helaas geen tweede seizoen van. Dat vind ik wel jammer. Het is al bekendgemaakt. En daarna Judas. Dus dat was het ook. Ik ga het nu zo meteen de bakken doen. Ik moet een was aanzetten. En de douche in de gang doen. En nog even een was opvouwen. Dus dat is voor nu even de planning. Ik ga de kleden even van de bank halen. Want Tijgertje lag er net nog op te slapen. Maar ze zijn nu allemaal wakker. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En het laatste pakket van AliExpress is ook binnengekomen. Dus er volgt binnenkort ook een soep nog van. Maar goed, ik ga muziek aanzetten en even wat doen. Oh, lekker weer klaar. Ik heb even de nagellak eraf gehad. Dat is al heel erg beschadigd. Dat ga ik vanavond even opnieuw doen. Dan gooi ik er wel even een topcoatje overheen. Ik had eventjes een probleempje. Mijn stroom vloog eruit. En ik kon zeg maar dat schuifje van de stroom, die kon ik niet meer omhoog zetten. Want die vloog weer naar beneden. Dus ik was een beetje in paniek. Dus ik had mijn vader even gebeld. Ik zeg, ja, ik heb geen stroom en hij blijft niet hangen. En die zei toen van, ja, moet je even alle stekkers eruit trekken. Dat had ik gedaan en toen ging het schuifje weer omhoog. En toen heel voorzichtig al stekkers erin en nu heb ik dus weer stroom. Dus dat was wel heel fijn. Maar dat zijn altijd even van die klusjes. Dan raak je een beetje in paniek omdat je het niet zo goed weet. Wasje is opgevouwen. Die gaat van het weekend weer naar boven toe. Want ik ga van het weekend boven even verder. Ik heb gedweld met een groene zeep. Dat ging eigenlijk wel heel lekker. Ik moet wel zeggen dat het heel goed werkte. Dus dat was wel top. Rook ook wel heel lekker, dus nu is alles weer lekker schoon. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan heb je vanavond de Meilandjes, laatste aflevering van het seizoen. Ik denk dat ik daarna nog even wat ga terugkijken. Ik moet sowieso een blogpost schrijven en nog de video van morgen in elkaar zetten. En dan ga ik de Netflix-serie kijken en weer verder met Judas. De katten hebben ook net lekker gegeten. En Muis heeft nu ook doorgegeten, daar was ik heel blij mee. Ik heb ze nu bakjes...
ja, eigenlijk van die breekbare bakjes gegeven. Dus ik zal ze straks wel even opruimen. Maar ik heb het idee dat ze uit dat plastic toch minder lekker eten of zo. Dus ik heb ze nu gewoon even echt keramieke schaaltjes of zo gegeven. En nu hadden ze die een mum van tijd op. Misschien ook omdat het licht is op de bodem. Dat het toch lekkerder eet. Dus ik hoop dat het goed gaat. Dat het bij muizen niet uitkomt. Maar dat moet ik maar gaan zien. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. En dan ga ik jullie gewoon morgen weer zien. En ik vanavond even lekker mijn boek weer lezen. Ik ben zo'n mooi boek aan het lezen. Maar goed. Dus ja, bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 29 november. Ik ben klaargemaakt. Ik had gisteravond niet helemaal mijn avond. Ik had natuurlijk gistermiddag met die stroom wat problemen. En toen dacht ik dat ik alle stekkers terug in het stopcontact had gestoken. Dus op een gegeven moment ga ik een kuppensoepje maken. En ik zet de waterkoker aan. Maar ik wist dat ik hem niet zou horen, want de droger die draaide. Dus nou, ik ga na een poosje even kijken en ik voel aan die waterkoker en die voelt echt warm aan. Dus nou, ik schenk het water over mijn kuppensoepje heen. Mijn mok voelt ook warm aan, maar ik vond wel dat hij niet echt lekker mengde, zeg maar. Het poeder mengde niet echt lekker met het water. Maar ja, de mok voelde warm aan. Ja, tot ik een slok nam en toen bleek hij dus gewoon lauw te zijn. Want ik had de stekker van de waterkoker er niet in gedaan. Waarom die dus wel lauw was, dat weet ik niet. Maar ik had gewoon die stekker er vergeten in te doen. Dus dat was echt niet lekker. Toen had ik wat problemen met mijn televisiekastje. Die wilde niet aan. Ik kreeg op geen enkele manier beeld. Stekker er een paar keer uit gehad. Deed niks. Uiteindelijk heb ik zeg maar het adaptor stekkertje eruit getrokken. En dat scheen dus te werken. Want toen had ik dus weer beeld. Dus daar was ik wel blij mee, maar het was eventjes niet allemaal zo heel relaxed. Ik heb gisteravond naar de Meilandjes gekeken. Ja, op zich was het wel leuk, maar het stond helemaal in het teken van het huwelijk van Leroy en Maxime. En ja, ik heb zelf niet zoveel met bruiloften, dus het was op zich wel leuk om te zien. Maar ik vond het allemaal wel erg over de top, vooral in de vorm van de jurken. Zij had drie jurken. De jurk waarin ze trouwde. Er zit er eentje boven te klieren, jongens. Die zat zo strak dat ze bijna geen adem kreeg. Die heeft ze toen na eigenlijk dat ze getrouwd waren heel snel verruild voor een andere jurk. En toen in de avond ging ze weer een andere jurk aantrekken. Ja, ik vond het toch een beetje veel. Dan denk ik van ja, weet je, een bruiloft kostte zoveel geld. En als je dan ook nog eens drie jurken. Maar goed, als je het kan betalen, het is prima. Maar mijn ding is het niet zo. Ik heb nog even een 5 Days Inside teruggekeken en geprobeerd Fortnite te doen, maar dat ging niet zo lekker. Toen ben ik de video in elkaar gaan zetten die online is gekomen en heb ik mijn blogpost geschreven. Toen ben ik mijn Netflix serie gaan kijken en daarna had ik nog Judas, maar dat was dus al de laatste. Daar was ik niet helemaal van opberekend eigenlijk. Ik dacht dat ik nog wel een aantal afleveringen had, maar dat was dus niet zo. Dus vanavond kan ik iets nieuws uitzoeken. Ik ben wel lekker van mijn boek gaan lezen, maar die is ook alweer bijna uit. Ik heb nog een pakketje binnengekregen, die zal ik eventjes aan jullie laten zien. En dan ga ik stofzuigen, video opnemen en dan ga ik nog even wat creatiefs doen. En dan om 4 uur heb je straks alweer voetbal. Maar goed, dat is voor nu eventjes de planning, maar ik zal eens even het pakketje laten zien. Nou, ik heb een pakketje besteld bij Notino. Zoals je hebt kunnen zien, in een paar vlogs geleden had ik een nieuwe kerstcollectie besteld van Catrice bij de Boozy Shop. Maar die hadden blijkbaar niet alles, want er was dus nog een nagellakkleurtje en een kleurtje lippenstift. En die hadden ze bij Notino dus wel. En tot mijn grote verbazing hadden ze ineens die highlighter toegevoegd die ik zo graag wilde hebben uit de Pearl Glaze collectie. Dus dat heb ik eventjes besteld. Ik heb er al wel een blogpost over geschreven en een video over gemaakt. Maar ik denk dat die highlighter gewoon een losse blogpost nog over gaat schrijven. Ik heb dus allereerst nog dat kleurtje lippenstift. En dit is dus de nummer 1. Red Kisses voor Santa. En ik had dus de 2. Dus die heb ik nu allereerst nog. En hier komt sowieso over deze collectie komt nog een video online. Dat wordt in de maand december. Even kijken. Even openmaken. Nou, hier is dus die highlighter. Die hebben ze wel heel goed verpakt. Dat is fijn. Kijk, die ziet er dus zo uit. Ik vond hem er zo mooi uitzien. En... Oké, even kijken.
Als die open wil, zit hij vastgeplakt. Moet ik niet hebben dat ik hem al sloop. Oh ja, er zit hier plakband, denk ik. Ja. Moet ik even openmaken, want dat is wel een beetje sterk. Kijk, hier is hij dan, die highlighter. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hierna. Maar ik ga hier dus nog een aparte blogpost over schrijven. Ik vind hem wel echt super mooi. Dus die. Dit is dus dan nog dat kleurtje nagellak. Een hele donkere kleur. Ik kan de naam zo niet lezen, want de achterkant is zwart. En ik heb nog een breef nagellakje gekocht, want die vond ik heel mooi eruit zien. Dus dat had ik nog even binnengekregen. Ik ga nu stofzuigen en dan ga ik filmen voor jullie. We hebben net een eten op. Was het lekker? Met juffrouw Tijger? Lekker gegeten? Ik kwam straks de foto van Tijger tegen die bij Bunny in het hok zat. Die was 5 jaar geleden gemaakt. Ja, toch wel een gek idee. Want Bunny is er natuurlijk al 3 jaar niet meer. Even kijken of ik hem zie hoor. Ik heb hem hier ook in de kamer staan. Dat blijft wel een hele bijzondere foto hier met z'n tweeën in het hok. Vind ik nog steeds wel heel... Ja, heel lief zo samen. Dus ja, dat was wel even bijzonder. Maar ja, ook wel even confronterend. Omdat je al zo lang weer zonder dat konijntje bent natuurlijk. En ja, hun waren echt wel dikke vriendjes. Het staat inmiddels 1-0 bij Nederland. Dat was een heel mooi doelpunt. Capo, volgens mij heet hij. Als ik het goed zeg. Die heeft volgens mij in de allereerste wedstrijd ook al gescoord voor Oranje. Ik weet ook niet waar deze jongen eigenlijk speelt normaal. Ik ken hem ook eigenlijk niet. Maar dat was wel een mooi doelpunt. Dus laten we hopen dat we dit voort kunnen zetten en dat we dus kunnen winnen. Ze zeggen dat het een makkelijke wedstrijd moet zijn, maar we gaan het wel zien. Ik vind de scheidsrechter niet fantastisch. Er was net aan de kant van Qatar was net een handsbal. Heel duidelijk. Hij tikte hem echt zo. Bam. En daar werd geen kaart voor uitgedeeld. Dat vond ik wel een beetje slap. Dat had best wel een kaartje mogen vallen. Maar goed, wie ben ik om daar eigenlijk wat van te vinden? Al vind ik het wel.
Nou, ik ga nu eventjes lekker oranje verder kijken. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Lekker warm straks. Het is nu wel weer fris. Ik had ook al vroeg de lampjes aan. Het is best echt al wel vrij donker. Vanavond kijk ik weer Bureau Arnhem. En zo eens even Shonus terugkijken. En dan denk ik even een stukje van VI. Ik denk dat ik nog wel even een spelletje ga doen. Dus ik moet even kijken. Ik wil sowieso het grootste gedeelte, of het grootste gedeelte van de vlog, die had ik al af. De vlog afmaken, moet ik zeggen. En ik wil mijn foto's even bewerken. Dan ga ik verder met mijn Netflix-serie. En op Videoland ga ik dus iets nieuws uitzoeken. Maar ik weet dus nog niet precies wat. Dus dat is eigenlijk de planning. En dan denk ik dat ik vanavond mijn boek uit heb en ook wel aan een nieuwe kan beginnen. Maar dan straks in ieder geval even lekker de verwarming omhoog. Want het is hier nu best wel koud. Ik heb ook best wel koude handen. Ik heb hem een tikje gegeven, maar ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Want het is hier 17 graden. Ik heb hem naar 17,5 gedraaid. Maar goed, dat gaan we zien. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. En op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Ik zag ook dat er weer een lekkere groei was op mijn kanaal. Kijk, ik ben inmiddels bij de 712. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dus dat groeit lekker. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker ook even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!